Welkom sterke broeders bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag in Erezé, België. Ik ben met mijn vrienden een weekendje weg en er wordt natuurlijk een lekker biertje gedronken, maar naast dat moet er natuurlijk ook gewoon gesport, gewoon getraind worden dit weekend. Dus ik heb geen kettlebells bij me, ik heb geen dumbbells bij me, maar ik kan wel in de wijde natuur kijken of ik wat pull-ups, wat push-ups, etc. kan gaan doen. Dus ik ga een spot zoeken, ik neem jullie mee. En dan gaan we eens kijken of we hier ergens in de buurt kunnen gaan trainen. Maar ik laat jullie gelijk een deel van het huis zien. Een kleine house tour op de Raymond-stijl. Komt-ie! Ik ben een kleine 10 minuten aan het lopen en ik heb hier wel een soort van ingang in het bos gevonden. Eigenlijk wil ik kijken of hier wat pull-up stangen zijn of er wat bomen omgevallen zijn misschien waar ik wat pull-ups et cetera aan kan doen. Alleen, er staan hier wel wat Franse woorden en ik heb nooit Frans gehad, dus ik heb eigenlijk geen flauw idee wat het betekent. Dus ja, meestal rode kruisen en zo. Meestal niet heel slim om daar naartoe te gaan. Dus ik ga weer een klein stukje doorlopen en dan kijken of ik een volgende spot kan vinden. Ik heb hier toch al iets interessants gevonden eigenlijk. Hier zijn bossen. En dit ziet er wel uitdagend uit. Hier is nog een soort van looppad. Misschien is er een paar keer een auto ingereden. Dus het lijkt me slim om even hierin te gaan. En misschien kunnen we daar de juiste trainingspot vinden. Ik loop nu al een tijdje rond in het bos en het valt eigenlijk niet mee om een tak te vinden die eigenlijk een beetje horizontaal hangt waar ik een paar pull-ups aan kan doen. Dus wat we natuurlijk in pull-ups kunnen gaan doen is natuurlijk inverted rows. Dus met je voet op de grond, lichaam een beetje 45 graden omhoog gekanteld en vanaf daar pull-ups gaan doen. Ook wel genoemd Australian pull-ups, inverted rows. Nu heb ik daar ook nog niet echt een tak voor gevonden, maar daar weet ik misschien wel wat op. Zo zie je dat je met de basisoefeningen, pull-up, push-ups, lunges, squats, zulke soort oefeningen, gewoon de basis eigenlijk heel ver kunt komen. De oefeningen die ik net ervoor gedaan, zoals bijvoorbeeld de push-ups en de verhoogde push-ups, daar kan je natuurlijk ook nog duizenden variaties op doen. Handen smal, handen wijd, iets hoger, borst iets hoger en noem maar op. En dat kun je natuurlijk ook met lunges doen. Desnoods pak ik nog een boomstronk, leg ik die in mijn nek en ga ik lunges doen, bijvoorbeeld over een weg heen, et cetera. Je kunt zoveel variëren, dus ook als je op vakantie bent, kan er altijd wel even een workoutje tussendoor. In ieder geval bedankt en ik zie jullie bij de volgende vlog. Mazzel!